Het is mijn eerste kortfilm in 11 jaar tijd. Dus mijn eerste kortfilm was Dialing the Devil, mijn afstudeerproject op Sint Lucas. En dit is effectief de eerste kortfilm sindsdien. Maar voor mij voelt dat wel niet zo als een comeback. Want ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld met de videoclips die ik heb gemaakt. Ik ben iemand die heel graag narratief werkt. En in mijn videoclips, dat zijn eigenlijk altijd bijna kleine verhaaltjes of zelfs kleine kortfilms in het geval van Back from the Grave. Dat is bijna een mini B-filmpje. Dus ik heb dat gevoel niet echt. Voor mij zijn die videoclips bijna ook al halve kortfilms. Ik heb bijvoorbeeld ook nog twee kunstfilms gemaakt samen met Philippe Mette. In samenwerking met Philippe Mette. Noise of Quasar en Inner Coma. En ja, die zie ik toch ook wel als soort van kortfilms. Zeker Inner Coma is toch ook wel echt een volwaardige kortfilm. Eigenlijk, maar dan wel heel experimenteel en artistiek. Dus ja, maar dit is wel de eerste echte fictiefilm. Kortfilm sinds Dying the Devil. Dus op dat gebied is het misschien wel een comeback. Wel een goede comeback. Dus, dat hoop ik toch. Absoluut, absoluut. Maar een compleet on-Belgische film, hè? Ik ben altijd heel blij als iemand dat zegt. Ja, dat was... ik heb niks tegen Belgische films, zeker niet. Hè. Ik ben een Belg en ben er ook trots op. Maar dat was wel het uitgangspunt. Ik wou echt een film maken die... Ten eerste heel... eclectisch is. Ik wou een film maken die heel moeilijk te plaatsen was. Zowel in tijd als een ja, gewoon warm gefilmd is. Als, er worden verschillende talen gesproken. Je weet eigenlijk niet echt in welke tijd zich dat afspeelt. Het zou de toekomst kunnen zijn, het zou nu kunnen zijn, het zou zelfs de 70s kunnen zijn. Ik wou gewoon een film maken die alles een beetje op zijn kop zet en die alles op een vrolijke en speelse manier eigenlijk met elkaar mixte. Ik wou eigenlijk een soort van heel bonte collage maken. Ja. Dat was eigenlijk wel een beetje het uitgangspunt. Dus ja, er wordt geen Vlaams in gesproken, er wordt geen Frans, zelfs geen Engels in gesproken, alleen maar Japans en Albanees. Maar dat was voor mij heel belangrijk. Ik wou gewoon eigenlijk een soort van universele film maken. Een film die eender waar zou gefilmd kunnen zijn en ook eender wanneer bijna. Dus dat gevoel van ja, onvatbaarheid is wel belangrijk voor mij. Ook dat je dat beetje mysterieus en dat je ook afvraagt van, wat de fuck is het eigenlijk? Dat vind ik er ook wel leuk aan.